willen naar Antwerpen, want de nieuwe Duitse Cruise Sportcollectie wordt gelanceerd. En daar mag ik bij zijn. Misschien weten jullie ondertussen wel dat ik een Hunke Müller ambassadrice ben. Dus ik mag vanuit Nederland daar naartoe. En Nederland vertegenwoordigen vandaag bij de lancering. Dus daar heb ik heel erg veel zin in, want ik hoop natuurlijk ook stiekem dat ik een selfie zal scoren met die super, super knappe Duitse. Maar ik vind het ook leuk om met alle Hunke Müller meiden op stap te gaan. We gaan sowieso lekker lunchen. Ik geloof dat we een presentatie krijgen en misschien nog gaan sporten. Dus ik moest in ieder geval mijn sportschoenen meenemen. Dus ik ga eens even kijken waar de trein komt. Vroeger ging ik naar de middelbare school en naar de universiteit altijd met de trein. Maar het is al zo lang geleden en het is allemaal anders hier. Dus ik ga even kijken waar ik moet zijn en dan neem ik jullie vandaag gezellig mee. Got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real. Zo, ik zit op mijn plekje in de trein en we zijn op tijd vertrokken. En ik praat maar een beetje zacht, want er zitten nog meer mensen hier in de trein. Ik dacht net, ik ga lekker even een tukkie doen, even mijn oogjes dicht, want vandaag wordt een hele lange dag. Vanavond heb ik namelijk ook nog een event. En toen hoorde ik net die meneer hier omroepen dat dit de trein naar Paris is. Dus ik ga maar geen tukkie doen, want het zal wel weer slecht aflopen dat ik straks wakker word in Parijs-Noord. Dus ik heb mijn computertje aangedaan. Heerlijk. Dus ik ga nu even een uurtje en een kwartiertje werken, denk ik. Super chill. Op naar Antwerpen. Dat ging echt super snel. We waren eigenlijk veel te snel in Antwerpen, want ik zat lekker te werken. Ik heb tegenwoordig blijkbaar wifi in die talies. Awesome. Dus ik zat lekker te werken en opeens dacht ik, oh, ik moet eruit. En ik wilde eigenlijk nog naar het toilet, want ik moet echt super nodig plassen. Maar er ging iemand naast mij zitten vanaf Rotterdam. En dan voel ik me toch een beetje bezwaard om te zeggen, monsieur, pardon, in mijn allerbest Frans, wil je even aan de kant dat ik moet plassen? Dus dat heb ik niet gedaan. Ik ga nu eens even kijken waar ik naartoe moet. Want we gaan nu dus eerst lunchen bij Mees of zo. M-A-Y-S. Mees, 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 Mees. En daar ga ik naartoe met de taxi. Maar ik loop wel echt super ver. Dat is wel goed. Oké. Nou, even zoeken. Ik ben hier dus nog nooit geweest. Maar ik wist niet dat het Centraal Station zo mooi was. Oh, leuk. Ja. Oké. Nou, dan gaan we daar naartoe. Ja. Het is hier net zo mooi weer als in Amsterdam. Ik voel me echt een pakezel. Al die spullen. Zo. Even dicht. Zo. Is het ver van hier, meneer? Nee, is niet zo ver. Oké. Gelukkig. Ja. Want ik heb honger. I made it! Hey, daar zitten ze! En natuurlijk eet ik weer de Caesar salad. And I'm here with my girl, the German Hunke Müller ambassador. We hebben net lekker gegeten. En gelukkig heeft Carina een plu bij me. I told them I'm lucky that you brought your umbrella. It's not mine, but yeah, you're welcome. And er is ons net verteld that she just told us that we will have a presentation first, yeah. Right? Mm-hmm. And then we're gonna do a workout. And then we'll probably have a chance to meet Duitse herself. Oh, this sounds really like 12-year-old. Ik ben blij dat ik eindelijk misschien een keertje Duits kan ontmoeten. En ik ga echt proberen een hashtag selfie te scoren. Het is weer een leuke dag. Schöne Grüße aan alle die Duits verstehen. Something inside me has changed. I was so much younger yesterday. It's in the way you talk. It's in the way you touch. And I can see.
weer. Het is 7:30 en het is me gelukt om in 3 uur tijd van Antwerpen naar Amsterdam te komen om me te douchen. Want ik was natuurlijk hartstikke vies van het sporten daar in Antwerpen. Om me om te kleden, om 3 happen eten. Zal ik met de lichaam zo lopen? Ah, komt dan. Om 3 happen eten naar binnen te werken en me klaar te maken voor de avond. Want vanavond is het Women's Health Sneaker Gala en ik ben uitgenodigd. Want het is ter gelegenheid van de top 40 fitlist. En als je mijn vorige vlogs hebt gezien, dan heb je gezien dat ik op nummer 20 stond. En vanavond worden de nummers 1 tot en met 10 bekendgemaakt. En ik ga er naartoe. Ik heb gelukkig een leuke outfit. Kan ik het nog even snel laten zien? Van Josh V. Die heeft me geholpen met een superleuk blouseje met van die gaatjes. En zo'n piercing erin. Ik vind het echt helemaal cool. Jasje erbij. Rokje erbij. Dus volgens mij is dit... Open. Dus volgens mij is dit wel helemaal goed voor de avond. Ik stond net bij het verkeerde feestje. Maar hier zit ik blijkbaar helemaal goed. Women's Health. Fitlist. Sneaker Gala. Dus even kijken waar de entree is. Daar is mijn girlfriend. We zijn meteen live. Hallo schatje. Ik doe echt een vette fotobom hier, hè? Jullie waren eigenlijk. Maar jij gaat gewoon dan met die lekker beginnen. Jordi, Pinder Cheese is er ook. Alle bloggers zijn er. Super leuk. En hier is ze. Het ziet er leuk uit! Jouw is mooi en wit. Dan de mijne is. Ja, we gaan op zoek naar onze kluis. Want daar zit de goodie bag in, toch? Daar zit zeker de goodie bag in. Leuk, mijn collega is er ook weer. Ja, ja. Dus moet ik mijn naam zoeken? Of? Ja, er staan hier alle namen op het nummertje. Maar is het niet op welk nummer je in de fitlist zit? Nee, want dan zou ik over een klap zijn wie wint. Oh ja. Er zijn nog 2 Lisa's. Dus ik ga nu op zoek. Ik heb gevonden! Carolina! Oh, er zit veel in! Oh, echt? Oh jeetje! Oh, een tas! Een heel tasje! En nog een goede sporttas! Nee, want ik ben rij. Gaan we bij jou kijken, Lies, wat erin zit? Lisa en ik hebben een superleuk idee. Tenminste, we vinden het zelf superleuk. Wij dachten dus eraan om samen een videootje voor jullie op te gaan nemen. Iets anders dan vlogs, dan Lisa's vlogs, dan mijn vlogs. Iets leuks en we hebben nog geen idee. Nee, en daar hebben wij nou eigenlijk jullie hulp voor nodig. Hebben jullie een leuk ideetje voor een nieuwe video? Of misschien een Q&A of een... What's life as a get to know, of hoe blogger, maak je dit, of hoe doe je dit, of hoe kom je aan die mooie lip van Lisa, lipstift, mooie lippen. Jij hebt het al van de week. Heb je die al gebruikt? Oh, die is al gebruikt. Nee, als je een leuk idee hebt, laat het weten, laat een berichtje achter, maar we spreken sowieso binnenkort af. Dan gaan we iets leuks doen samen. To be continued! Bye bye. Oké, daar gaan we. Jongens, wie heeft de fitlist gewonnen 2016? Een onwijze doorzetter. Ik verdien dat ze zo doorzet. Heeft ze ook een fantastische killer body. Vara, gefeliciteerd! Ja, ik weet niet of je hierop kan beginnen. Gefeliciteerd, maar. Dankjewel. Ja. Ik ben thuis. De dag zit erop. Ik had eigenlijk nog wel veel langer willen blijven. Want het was echt mega gezellig. Er waren zoveel bekenden en ook zoveel mensen die je al heel lang online volgt, maar elkaar nog nooit hebt gezien. Het was echt leuk. Aranka van Fit Rocco, Linke van Dear Good Morning, de meiden van Fit Girls, Faya Laurens, Lars, ja, Lisa, nou, ik weet niet waar ik moet beginnen. Iedereen, Anne Merel, Girls Love to Run, echt iedereen was er. Ik vond het super leuk. En Faya Laurens is een super terechte winnaar. Maar nu ga ik lekker
naar bedje toe. Want het was een hele lange dag. En morgen moet ik om 8 uur weer fris en fruitig on set staan. Want als je mijn vorige week vlog hebt gezien, dan heb je gezien aan wat voor geheim tussen aanhalingstekens, project ik mee bezig ben samen met Mark Tuitert. En daar gaan we morgen weer mee verder. En dan neem ik jullie gewoon weer mee. Maar nu gaan we even een paar uurtjes slapen. Oh, goedemorgen. Oh, het is vroeg. Ik ben 3 minuten te laat en er valt me echt nog alles mee. Want ik heb vannacht denk ik 4-5 uurtjes geslapen. Ik denk dat het door die super maan komt. Die super stomme maan. En toen wilde ik vanochtend op de scooter, omdat ik dacht, ik ben een beetje moe en ik heb geen zin om een half uur te fietsen. En toen deed mijn scooter het niet. Toen moest ik alsnog fietsen. En ik ben blij dus dat ik niet heel veel te laat ben. En het heeft zo hard geregend onderweg, jongens. Ik ben echt zeiknat. De druppels stromen langs mijn gezicht. En dat is echt fantastisch, want ik moet vandaag een hele lange draaidag maken. Waarin we, geloof ik, 8 receptjes of zo gaan koken. Ah, dus ik kan wel een opknapbeurt gebruiken en een kopje thee om even op te starten, want het wordt een hele lange dag. Mocht je de vorige vlog niet gezien hebben, dan ga ik je vandaag weer een beetje de locatie laten zien. We draaien echt een super tof groot huis hier in Amsterdam. En we gaan vandaag weer koken met Mark de Tuitert. Even opstarten, dan gaan we bijna beginnen. Dit is weer de draailocatie voor vandaag. En we gaan het zendertje inpluggen. We zijn ondertussen 3 receptjes verder. Nog 4 te gaan. En als laatste heb ik de pannenkoekjes gemaakt. En die ben ik nu allemaal aan het opmaken, zodat de hele crew ervan kan eten. Zo, even snel geluncht. Het laatste hapje naar binnen. Intussen ben ik mijn draaiboek aan het lezen. Anders shirtje en zometeen en op naar recept nummer 4. Nou, oké, kom aan. 3, 2, 1. We hebben net de protein fluff gemaakt met rode fruitjes. Ik wist al dat die lekker was, maar Mark nog niet. Dit is voor het eerst geproefd, hè? Heerlijk. Je vindt het echt lekker, toch? Zeg je toch niet? Nee, ik vind het echt lekker. Misschien zijn we nu aan het opsmikkelen. Smikkelen. Echt lekker, vooral met rode besjes. Mm. Je moet je sterk. Mark houdt van rode besjes, ik heb niet daar. Het is 4:15 en we zijn klaar. Alle recepten staan erop. Ik heb bijna een beetje buikpijn omdat ik de hele tijd al die receptjes moest eten. En dan is het weer opnieuw en weer eten. Ik denk dat ik na deze draaidagen gewoon een paar kilo zwaar ben. Dus ik ga me nu omkleden. Ik zit nog steeds in mijn kinderbedje. Had ik in mijn vorige vlog verteld, iedereen heeft een slaapkamer in dit huis. En dit is mijn kamer. Kinderkamertje. Dus ik ga me omkleden, half uurtje naar huis fietsen en dan lekker chillen vanavond. Oh nee, ik moet vanavond mijn vlog online zetten. Oh, dus ik ga nog wel even lekker werken en dan chillen. Mijn kleren zijn nog steeds nat van vanochtend. En mijn jas. Mijn broek is nog steeds nat. Mijn sjaal is nog steeds nat. En wat heb ik nog meer? Schoenen? Oh, die zijn wel een beetje droog. Goedemorgen. Het is vrijdag. Ik ben net wakker. En ik voel me gelukkig goed. Gisteravond, ik weet niet wat er gebeurde, maar echt in een tijdsbestek van 2 uur ging ik echt van ik voel me prima naar ik voel me super slecht. Ik ging echt als een rillend rietje naar bed en alles deed pijn. En ik voelde me opeens ziek en hoofdpijn. Ik dacht echt, wat gebeurt er? Heel raar. En ik ging denk ik ook, nou ik denk dat ik om 10:30 sliep. Dus ik heb vandaag de wekker ietsjes later gezet. Want ik heb gelukkig 0 afspraken. Dus het is een goed moment om eventjes zo te voelen. Dus het is nu 7:30 en ik voel me gelukkig goed. Ik kan er vandaag gelukkig gewoon een productief dagje van maken. Want dat moet ook wel. Want ik word er al helemaal blij van. Ook al ben ik net wakker. Want zaterdag is de verjaardag van Foodiness. Morgen dus. Dan bestaat Foodiness 2 jaar. En om dat te vieren heb ik bedacht dat ik de meet and eat bij mij
thuis organiseer. Super spannend. Dus iedereen komt morgen hier naartoe. En dat betekent natuurlijk dat ik best wel wat moet voorbereiden. Normaal dan pak ik gewoon de goodiebags thuis in. En dan ga ik naar de locatie toe. En dan wordt het wordt eigenlijk bijna alles geregeld. En dan hoef ik zelf niet heel veel te doen. Maar nu wel. Dus ik ga vandaag eerst daarmee aan de slag. Dus de goodiebags inpakken. Ik heb allemaal roze servies binnengekregen. Bekertjes, bordjes, nou, ballonnen, heleboel zooi. Dus dat ga ik eventjes mee aan de slag. En dan ga ik de rest van de dag lekker werken. Want ik heb natuurlijk niet voor niks vandaag geen afspraken ingepland. Omdat ik nu zoveel van huis ben dat ik veel te veel achterloop met allemaal mailtjes en dat soort dingetjes. Dus daarmee ga ik vandaag aan de slag. En ik ga het huis lekker helemaal roze maken en foodiness proof. En dat vind ik heel leuk. Maar nu eerst douchen en ontbijten. Oh, verheugen jullie daar ook altijd zo op als je wakker wordt? Ik word er echt heel blij van. Ik heb me nu al verheugd dat ik zo meteen mag eten. En lekker mijn bakje havermout mag eten. This is real. Ik laat jullie in de tussentijd even zien wat ik lunch vandaag. Ik heb een quinoa salade gemaakt met avocado, komkommer, tomaatjes, grotere pijnboompitjes en garnalen. Yay! Foodiness is jarig! Woo! Vandaag is Foodiness 2 jaar. Het is precies 2 jaar geleden dat ik de Foodiness website online gooide. Even maar stilstaan. Ik kan gewoon niet geloven dat de tijd zo snel is gegaan. 2 jaar is alweer voorbij en vandaag gaan we dat natuurlijk vieren. Bij verjaardag hoort een feestje en bij een feestje horen ballonnen. Dus ik heb nu, ja, kan je het een beetje zien? Ik heb allemaal heliumballonnen over de hele woning verdeeld. En alle goodiebag tasjes staan klaar. Ik ben bijna klaar met het tafeldek. En die is natuurlijk ook in het foodiness roze. Dus alles is in het roze. En ik ga zo meteen Shanna komen helpen vandaag. Super, super, super lief. Het zou ik zonder zo'n best vriendin moeten. Ja, ik heb zelden zoveel mensen over de vloer. En ik wil natuurlijk dat alles in de pintjes geregeld is. En Shanna komt zo meteen helpen. Gaan we nog een lichtroze tafelloper eroverheen gooien. En dan komt straks de catering. En dan hoop ik natuurlijk dat ze wel op tijd komen. Want het is het Foodiness Meet and Eat ontbijtje. Dus ik wil natuurlijk dat mensen straks omvallen van de honger. En de catering wordt verzorgd door de Yogurt Barn. Ik ben echt onwijs fan van de Yogurt Barn. En bijna de hele Meet and Eat Tour is in samenwerking met hun. Dus straks staan er op deze eettafel allemaal yoghurtjes, brownies, chocolate chip cookies. Krijg bananenbroodjes, carrot cakes en oerbrood, croissantjes met jam. Alle verschillende soorten smoothies. Dus echt super veel lekkere dingetjes. En ik heb er zelf echt heel erg veel zin in. Ik verheug me er gewoon op. Ik hoop dat iedereen er net zoveel zin in heeft. Ik ga lekker een muziekje aanzetten zo. Kan iedereen een beetje wakker worden? Thee, koffie klaarzetten en dan gaan we zo beginnen. Ik vind het ook wel een beetje spannend. De eerste zijn er al. Eigenlijk iets te vroeg. Gelukkig was ik ook te vroeg klaar. Goedemorgen. Hallo. Hi. Dankjewel. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kom maar in. Goedemorgen. Hoi. Ik word verwend met bloemen en met gestoomd banaanbrood. Ik had er dus nog nooit van gehoord, maar Claudia heeft het gemaakt. Ja, in de stoomhoven. In het zonnetje. Mijn hele woonkamer is al vol met meisjes. Oh, ik ben zo blij dat ik dit georganiseerd heb. Het is zo leuk. Jullie horen wat gezelligheid op zaterdagochtend. Ah, superleuk. Ik vind het ook zo leuk dat ik geen idee heb wie er komt. Want een paar ken ik al, die waren al eerder gekomen naar de Foodiness Meet and Eat, maar een paar ook niet. Ja, ja!
Goedemorgen! Goedemorgen. Eten komt er nu aan! Yay! Okay. Jullie hebben gewoon al 3 maanden sterk! Woehoe! Ja! Hey, is er iemand jarig, feestje? Ja, Foodiness is jarig. Kom weer. Hallo! Leuk! Goedemorgen! Komt de show? Ja. Oh, sorry. Lekker? Vond je het leuk? Ik vond het super leuk. Ja? Dankjewel, Kali, voor alles. Ah, lieve schat. Tot de volgende keer, hè? Doei! Doei! En toen was iedereen weg en is het alweer voorbij. Hoe laat is het nu? Het is al 1:05. Uur uitgelopen. Heb ik echt niks van gemerkt. Het was super leuk. Het is een heerlijke bende. Ik heb gelukkig nog heel veel eten mee kunnen geven. En het was echt heel erg leuk. Ik denk dat iedereen het ook heel erg leuk vond. En dat Shanna het ook nog leuk vond. Ja. Echt super lief geholpen. Ik ben eigenlijk een beetje overwhelmed. Dit heb ik van mijn ouders gekregen. Die kwamen net als verrassing op visite. Om ook eventjes te vieren dat Foodiness jarig is. En 2 mooie roosjes. Ik denk voor elk jaar 1. En van mijn beste vriendinnetje heb ik een boek gekregen. Nooit meer te druk. Ik ben echt onwijs verwend vandaag. Het was net alsof ik echt zelf jarig was. Een super leuke dag. Dus ik ga nu dit pakje uitdoen. En mijn chillkleren aandoen. En lekker het bankje op. Danny komt zo thuis. Die heeft ook gewerkt vandaag. Jeetje, ligt lekker op de bank te chillen. Gaat de deurbel. Heb ik ook nog bloemen gekregen. Zo, ik ben echt heel benieuwd van wie deze zijn. Wat een feest. Ik voel me echt super jarig. Even neerzetten. Ah, er zit een kaartje bij. Oh, zo lief. Het is van Danny. Oh, de schat. Ik heb echt het allerliefste vriendje van de wereld. Vind ik. Ik ga hem meteen bellen. En hopen dat hij snel thuis komt en knuffeldood geven. Het is zondagavond alweer. Weekend is alweer bijna voorbij. Hele weekend staat eigenlijk in het teken van het vieren dat Foodiness 2 jaar bestaat. En ook vanavond gaan we dat nog vieren. Bij onze vriendjes zijn we uitgenodigd om lekker te komen eten. En ik geloof dat we een heerlijke cheat meal op het menu hebben. Want ze weten dat ze Carrie van Foodiness daar heel blij mee maken. Dus we zijn nu in Purmerend en gaan we lekker eten. Wat een lieve verrassing. Kunnen jullie het lezen? 2 jaar Foodiness. Quattro formaggi. Oh, dat was lekker! Echt een heerlijke feestmaaltijd om dit super feestelijke weekend mee af te sluiten. Mijn buikje zit vol en we zijn er weer aan het einde gekomen van deze week. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik wil je onwijs bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Zo ja, geef me een duimpje omhoog. Laat een leuk berichtje achter en meld je aan op mijn YouTube kanaal als je het leuk vindt om de eerste te zijn die de volgende video kijkt. Volgende week ben ik er weer en ik hoop jij ook. Bedankt voor het kijken. Doei!